Donderdag 28 september was in cultureel centrum Millesweert in Mil een bijeenkomst voor de toekomstige bewoners van de te bouwen Villa Oranje. Nou, welkom allemaal op deze middag bij toch wel een bijzonder moment voor Villa Oranje. Mijn naam is Ruben, voor degenen die mij nog niet eerder gezien of gesproken hebben. Ik zal deze middag namens Symphony toch even jullie meenemen richting het start-sloopmoment. Na het ontvangst nam Ruben Bultman van Symphony Estates de geschiedenis door van het oude gebouw. Van Vlieshout tot Jan Linders. De oplevering van het geheel staat gepland voor medio 2025. Na het voorstellen van de toekomstige bewoners werd het tijd om naar de bouw te gaan voor de officiële handeling voor de start van de sloop. Namens de bewoners nam Willy Vloed plaats in de kraan om de eerste sloophandeling te verrichten. Na de officiële handeling mocht de echtkraanmachinist de rest van de gevel slopen. Tevens werden wensen en verhalen die opgeschreven waren in een tijdcapsule geplaatst die in een permanente plek zal krijgen in de nieuwbouw. Wij wensen alle nieuwe bewoners heel veel woongenot in dit nieuwe wooncomplex Villa Oranje.